Lieve kijkers, ik heb appeltaart gemaakt. En wat zo bijzonder is aan mijn appeltaart is dat het ook nog appels uit mijn eigen tuin zijn. Dat kun je straks ook nog zien. Natuurlijk laat ik zien dat ik verse appels geplukt heb. En hoe mooi is het als je zelf appels in de tuin hebt om daar je eigen appeltaart mee te maken. En je geniet er nog meer van als het appels uit je eigen tuin zijn. En ik mag zeggen, ik ben er trots op. Het is heerlijk. En wat ik ook heel erg lekker vind, als de appeltaart net uit de oven komt, om dan ook nog een stukje te eten. Natuurlijk kan je hem niet zo perfect snijden als je het wil, maar het is wel het proberen waard. Even lekker proeven. Hoe smaakt het als het net uit de oven komt? En de volgende dag, dan is de smaak zo goed ingetrokken en dan smaakt het natuurlijk op zijn lekkerst. En natuurlijk, als je geen appelboom in de tuin hebt, maakt het ook niet uit. Je kan het ook met Granny Smith maken, dat doe ik ook met de groene appels. Die zijn lekker zure appels. Of als je nog een andere appel kunt vinden die een beetje zoetzuur is, dan kun je daar ook mee maken. Ik ga lekker verder genieten hiervan, maar ik zou zeggen, wil je het ook op mijn manier proberen? Dan heb ik het uitgelegd in mijn video. Dus bekijk mijn video en maak het een keer. Vind je het lekker? Deel mijn recept. Deel mijn video's. Als je nog niet geabonneerd hebt, dan zou ik zeggen, abonneer op mijn kanaal. Het is toch gratis? Ik ga nu wat plukken om appeltaart te maken. Die gaat er zeker in. En wat lekker is van deze appels, ze zijn een beetje zuur ook. Dus dat zijn de beste appels om appeltaart mee te maken. En ik ga er in ieder geval 5 stuks gebruiken in mijn appeltaart. Om de appeltaart te maken heb ik natuurlijk appels nodig. En ik heb vandaag heel wat appels geplukt uit mijn eigen tuin en ik ga daar 5 stuks uit gebruiken. Deze heb ik straks nodig als ik mijn deeg al klaar heb, want dit wordt de vulling. Appels, kaneelpoeder, vanillesaans en suiker. En wat heb ik nodig voor het deeg? Dat is zelfrijzend meel, een beetje zout, suiker en ik doe er een pakje vanille suiker erbij, om het deeg ook een beetje vanille smaak te geven. Een klein beetje water, een ei en boter. Dit heb ik dus nodig voor het deeg. Maak een kuiltje. Gooi het ei erbij. Suiker doe ik ook gewoon zo eroverheen. Vanillesuiker, beetje zout. En dan boter. Die snij ik in een paar blokjes. En dan proberen alles te mengen. En de boter gooi ik er natuurlijk ook bij. Beetje bij beetje meenemen. De boter moet niet op kamertemperatuur zijn. Die haal je meteen weer in de koelkast. Zaaien en mix je alles totdat het één geheel wordt. Doe er een heel klein beetje water bij. En that's it.
Even een beetje bloem om alles goed op te rapen. Dit ga ik in plastic folie wikkelen. Een beetje zo plat gemaakt. Die laat ik ongeveer een uur in de koeling staan. En nu ga ik de vulling verder afmaken. Appels zijn gesneden in kleinere plakjes. Nou, suiker voeg ik toe. Vanille-essence. Kaneelpoeder. Even alles goed omscheppen. Niet te veel kaneelpoeder, niet te veel essence, want je kunt anders je vulling witter maken. En dat willen we niet hebben. Daarnaast doe ik een klein, doe ik 1 eetlepel maïzena bij. Maïzena is een bindmiddel, dus dan zorg je maïzena ervoor dat mijn bodem niet te zompig gaat worden. Ik ga nu op een plastic folie werken. Het deeg heb ik net uit de koeling gehaald. Dat verdeel ik . Ik haal een derde deel eraf. Dat gebruik ik straks als topping, zeg maar. Dit komt aan de bovenkant. En dit is dus de bodem en de zijkant. Even een beetje bloem bestrooien om te kunnen werken. Proberen om met de folie eroverheen dit een beetje uit te rollen. Zodat ik een beetje even dunne bodem heb. Nou, zo gaat hij er mooi uit. Ik zie wel niet dat mijn boter hier iets te veel zit, maar ja, daar kan ik nu niks aan doen. Een beetje verdelen zo. Sinds ik appels in de boom heb, heb ik al 3 keer appeltaart gemaakt. En nu dacht ik, ga dit filmen. En dan zie je dat je bodem dan net niet even lukt zoals je het wil hebben. Maar hey, dit is dus de bekleding. En nu doe ik nog een klein beetje maïzena op de bodem. Dan doe ik de appels erbij. Als je de appels erbij gedaan hebt, dan moet je wel proberen om die even goed aan te stampen. En nu ga ik weer verder met de rest van het deeg. En niks hoeft perfect te zijn. Dit is helemaal homemade.
De oven ben ik al aan het voorverwarmen op 180 graden. Ik heb een eitje hier voor de mooie goudbruine kleur van mijn appeltaart. Dit gaat nu in de oven. Na een half uur is hij al mooi bruin aan de bovenkant. En omdat ik niet wil dat het verder te bruin wordt, ga ik mijn temperatuur nu op 165 graden zetten. Oh, dat ziet er mooi uit. Helemaal zoals ik het gehoopt had. Heerlijk. En dit is de lekkere appeltaart. En probeer ook een keertje een stuk warme appeltaart als het net uit de oven is. Heerlijk. Natuurlijk is het volgende dag wat smaakvoller en dan is het het lekkerst. Maar zo moet je ook een keer proberen. Meteen uit de oven.